VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi heeft aandacht gevraagd voor de controle op de inkomsten van casinohouders. Yogi sprak vandaag in een openbare vergadering tijdens de behandeling van de casinowetten in de Nationale Assemblée. Het is nodig dat casino's de mogelijkheid krijgen om over een bankrekening te beschikken om witwaspraktijken te voorkomen. Wanneer we geen bankrekening toestaan vanwege regels die we hebben in het land, hoe weten wij wat een casino verdient? Hoe weten wij hoeveel een tafel opbrengt? Hoe weten wij hoeveel een machine opbrengt, voorzitter? Hoe weten wij hoeveel een online bettingkantoor opbrengt? Misschien moeten we gaan kijken of we niet verplichten al deze mensen om het geld ergens op een rekening te storten. Elke dag. En daar is er een aanknopingspunt van controle. En dan kan die controle plaatsvinden. Maar van waar heb je de 12 miljoen die je hebt gestort? En natuurlijk zijn zij ons 5 stapjes voor, voorzitter. In alles wat ze bedenken, in alles wat ze doen. Maar zo alles vrij laten, van stop je geld in een container en het is van jou. En niemand weet wat er daarmee gebeurt, voorzitter. En hoe daar alles terecht is gekomen, voorzitter, is een heel gevaarlijke situatie. Dat casino's geen bankrekening kunnen hebben, heeft volgens DNA-lid Ebu Jones te maken met de houding van de banken. Daarin moet er verandering komen. Voorzitter, de vraag is, wat zien we dat er daar gebeurt, is dat de casinohouders met zakken naar de Belastingdienst gaan om geld, om hun bijdrage, althans hun belastingen af te dragen. Graag uw inzichten als belastingdeskundige hieromtrent. Hoe is dit mogelijk als juist die overheid zou moeten streven naar financial inclusion, waarbij alle, voorzitter, alle in Suriname zijnde partijen zoveel mogelijk transacties doen via de banken. Dus ik wil wel weten van u, als dit normaal is en als u juist niet een risico loopt, althans de staat niet een risico loopt, om onderdeel te zijn van mogelijke witwaspraktijken door dergelijke handelingen te plegen. Want we zien argumenten die de algemene banken gebruiken om de casinohouders te weren, is het geheel van NRA en noem maar op. Jones geeft aan dat het niet zo mag zijn dat de staat een overzicht wil hebben over de inkomsten van de casino's, maar de banken het klimaat daarvoor niet creëren.